De pijn. Maar nu nog niet. Hoe gaat hij gaan zitten? Mensen zullen wat denken, botox onder die arm helpt dat? Ja, het helpt echt. Ga flauw vallen. Je voelt het niet, hè? Dokter Bernard. Vorige week kwam er bijna een vroegtijdig einde aan Andy's duikcarrière. Dat ging niet zo goed. Nee, de eerste sprong was... Ik klapte te ver door en toen klapte ik bijna dubbel. Melissa's naaktfoto's werden onthuld. Go! Schatje, we gaan snel naar huis met gierende banden zo. En ondanks frisse tegenzin ontpopte Andy zich tot een vakkundige oppasvader. Ik ga wel lachen. Beetje dollig. Een rotzak. Melissa is reuze creatief en heeft bedacht dat ze een eigen t-shirtlijn wil opzetten. Vandaag heeft ze een afspraak bij een ontwerpstudio en Andy is natuurlijk mee. Nou, Melissa, die is, als ze wat wil, dan gebeurt het ook gelijk. Weet je, ik was ook bezig met de t-shirtlijn. Al maanden geleden. Maar ja, er werden de samples gehaald in Turkije, was het weer niet goed in dat gezeik allemaal. Maar zij regelt gewoon iets in één dag. Nou, ze hebben wel gelijk zo'n soort shirtje, zie? Dat bedoel ik wel, ja. Ik draag al 3 jaar mannenshirts. En in het begin vonden de vrouwen altijd van... Oh, waarom draag je geen strak truitje? Figuur is te goed. Ik zei, nou, ik vind dat mooi. En langzamerhand vonden ze het ook mooi. Zijn ze allemaal een beetje mannenshirts gelopen. Nu dacht ik, nu ga ik de mannen-vrouwenlijn opzetten. Het zou gaan om 4 stijls in totaal. Ja, en elk seizoen wou ik eigenlijk 4 nieuwe. Ja. 2 grijze en 2 zwarte. Met 2 dan verschillende teksten. Met teksten erop die dan uit op het leven van Andy en mij slaan. 1 tekst is bijvoorbeeld... Abracadabra, nope, you're still a bitch. Dat vind ik zo. Andy's ex kan soms heel aardig doen, hè. En dan zeg ik, nou, ze is best aardig. En dan de volgende dag is het weer zo. En dan wil ze me weer aanklagen of iets. En denk van, ja, het is niet zo van, hup, abracadabra, ze is lief. Nee, Andy, het is nog steeds een bitch. Weet je, dus allemaal van zulke teksten. En iedereen kan zich wel in die teksten vinden. Van, het slaat wel op iemand of iets. En dan wou ik elke seizoen eigenlijk 4 nieuwe teksten hebben. Dat je wel hetzelfde shirt hebt, precies hetzelfde. Standaard, maar dat je kan zien van, oh, het is een nieuwe collectie, want je hebt een nieuwe tekst. Ja, maar kan je ook 1 felle kleur erin doen? Ja. Want ik wil dan 1 woord in een felle kleur. Dus bij de ene is dat gifgroen, de ene is het fel roze, bij de andere is dat het zalm wat je nu ziet. En weet je wat, die kleuren die je nu ziet. Ik kwam binnen en gelijk alles, boom, boom, dit, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. Dan gaat het gewoon zo, als mijn ideeën in mijn hoofd gaan, dan komt alles er in 1 keer uit. Even rustig, schat, even rustig. Want ze begrijpen je niet. Hij moet een beetje over de lengte komen. Ja. Dus niet over de breedte, omdat hij aan de zijkant komt. Ik wil hem juist niet in het midden hebben. Ik ben niet moeilijk, maar ik weet wel wat ik wil. En als je me begrijpt, is het gewoon goed. En dan komt de hele waterval van alles eruit. En binnen 1 uur ben ik al klaar. Mij leek het mooi waar je normaal die tattoo hebt. Gewoon hier. Ja. Weet je wel? Maar dan ga ik niet gewoon rechterop hier. Nee, zo. Want dat heb iedereen al. En het heet dus wordt dan knalroze op de grijs. Maar kijk, je kan hem bijvoorbeeld ook zo doen. Kijk eens, als je hem zo pakt en je zou hem schuin doen. Ja, dan zou ik liever dit dan wit doen. En dan deze print mag wel misschien roze op een zwart shirt. Ja, ik kan me begrijpen dat ze even denken van, jezus, wat is dat dan? Ja, doe ze even rustig. Snap je allemaal wel wat ze zegt? Want ze praten heel snel. Ja, dat begrijpen ze. Maar dat moet je gewoon zeggen, hoor. Want anders... Ja, dat is Melissa. Dat is echt Melissa, ja. Heel pittig. Ja. En dan blijkt dat Melissa een dubbele afspraak heeft gemaakt, want ze had op ditzelfde moment met Roxy op het consultatiebureau moeten zitten. Tja, Melissa, leg dat maar eens even uit. Ogenblikje, ik zit even, wacht even, hier heb je Andy even, consultatiebureau. Ja, ze heeft een hele grote mond, maar als ze dan zeg maar afspraken vergeten is of moeten serieuze gesprekken worden gevoerd, dan moet ik dat altijd doen. Hallo. Een beetje kilpijn. Hey, ah, dat vind ik leuk, weet je, een beetje tollen. 12 mei. Maar doe maar voor de zekerheid een bevestiging, want mijn vrouw is nog wel vergeetachtig.
Soms kom ik thuis en zegt ze, wie ben jij dan? Dus, als ze mij niet vertelt, ik onthoud het nog wel eens. En wat voor een merknaam zou je willen zien op het shirt? Gewoon mijn eigen naam dan. Gewoon in een mooie sierletter. Ja? Ja, dat is... Bij Melissa? Ja, dan. Ja. Wat? Zal ik jouw naam ook bij doen in de labels? Wat leuk, of niet? Ja. India Melissa, ja. Dus ja. Wel, dan heb je wel een echte India Melissa. Ja. Ja. Het is jouw ik ben Melissa en klein Andy eronder. En Andy? Ja. Zij wilde, in haar labeltje wilde ze bij Melissa en Andy. Maar ik wilde bij Andy en Melissa natuurlijk, omdat ons programma ook zo heet. Dus is herkenbaar, weet je wel? Ik wil gewoon bij Melissa en een klein Andy eronder. Dat is het nep als je met Melissa begint. Melissa en Andy. Het is Andy en Melissa. Nee, het is niet omdat mijn naam als eerste komt. Vind ik wel leuk, maar... Maar hij vindt dan, ja, je moet Andy en Melissa noemen, want dat zijn wij. Ik zeg, ja, maar die shirts zijn niet wij, dat ben ik. Dat zijn mijn teksten en mijn dingetjes. Nee, het is... Omdat het herkenbaar is voor andere mensen ook. Dacht ik van, nou ja, waarom niet Andy en Melissa? Dat is nog een beetje een punt. Dat ben ik nog niet helemaal uit, maar dan bedenk ik vanavond wel weer. Leuk, hè? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Spannend. Kijk of het goed loopt. Ik ga weer een keer een nieuwe auto kopen. Doe toch op jouw bedrijf namens nu lopen, is toch voor jou het kosten. Je doet het aan mijn kosten. Ja, op jouw kosten doen we toch. Voor mij is het voor jou toch? Daarom. Maar als ze dan wel winst maken, is het voor mij. Ja. Nee, grapje. De rest van de middag heeft Andy een klusje voor het goede doel. Met vriend Ruben gaat hij daarvoor naar het strenggelovige dorpje Staphorst. Ja, Staphorst. Ik had er nog nooit van gehoord, dus... Ja, Lidderhuis van een prairie idee, hè? Moeder gans met zo'n ding op en dan 14 kinderen, denk ik, erachteraan hebben we het. Zwaar gelovig daar, hè? Dus geen televisie hebben ze daar. Sommige mensen niet allemaal, hoor. Dus ja, ik mis weer kijkcijfers. Geen seks voor het huwelijk. Dus ik wist niet hoe snel ik weg moest komen daar. Maar voor de seks zijn we hier nu niet, want Andy moet vandaag knippen voor de stichting Benny Gek in de kapsalon van zijn leermeester, Dickie. Ja, laat me zitten, hier jatten ze toch niet. Hier kan je nog met de deur open slapen. Ja? Natuurlijk. Hallo. Hoi. Hey, Dick. Hey. Hallo. Mooie tijd. Hey, Andy. Hey. De gehandicapte Benny is vaste klant in de kapsalon van Dickie. En hij is in het verleden gehandicapt geraakt door een hersentumor. Andy is ambassadeur van stichting Benny Gek. En die is opgericht om leuke dingen te doen met jongeren zoals Benny. Die zit alleen in een rolstoel. Hij kan niet meer praten. Maar vroeger was hij ook net zoals ik. En wilde hij ook naar een café en naar vrouwen, met vrouwen praten en dat soort dingen. En gewoon genieten van het leven. En dat is nu beperkt. En daar gaan we geld inzamelen om... jongens zoals Benny gewoon zeg maar een leuke dag kunnen geven. Dat hij ook een keer naar het café kan gaan of op vakantie kan gaan. Want hij gaat op vakantie en dan moet die jongen moet om 9 uur of 10 moet hij op bed liggen. Ja, Benny houdt ook van een biertje, dus het is geen kind, weet je. Het is gewoon een normaal persoon. Dus vandaar dat we dit hebben opgezet. Al het geld dat Andy vandaag verdient met knippen gaat rechtstreeks de pot in van de Benny Gek Stichting. Maar hoeveel zit er eigenlijk al in de pot? Hoeveel erin zit nou? Alles totaal? We staan nog wat los. Ik denk dat het nu misschien zo'n beetje 10.000, 11.000 euro in zit. Zoiets. Ja. Netjes hoor. Ja, hè? En dan, weet je wat we dan doen met dat geld? Dan pak ik 5.000 eruit, ga ik met Benny naar de hoer. Ik zit daar helemaal voor me. Benny en ik zijn zo hoer uitkomen. Dat is toch geweldig. Helaas voor Andy en Benny heeft Dickie een andere activiteit in gedachten. Zweefvliegen. Ik denk dat jij het heel erg leuk vindt. Dat is voor jou helemaal geweldig met je hoogtevrees. Ja, daarom. Dat vind jij mooi. Ja. Ik zorg dat er zakjes zijn. Ik zweet er nu al van. Dat is misschien ook, dat is nog leuker. Stuntvliegen. Dat gaan we doen. Gaan we eens tweede in. Nee. Dan kost ik alles onder, jongen. Dickie zei van, ja, we gaan zweefvliegen. Maar ik hou helemaal niet van hoogtes, jongen. Dus ik zie mezelf niet zitten in zo'n zweefvliegtuig. Maar ik ga het wel doen. Dus ik doe het voor Benny. Terwijl Ruben heerlijk wordt verwend, staat Andy non-stop te knippen. Want half Staphorst is uitgelopen voor een knipbeurt van hem. We gaan nu echt in de vuur. Laat Ruben even kijken. Hij zegt dat ik kan knippen. Ja, Ruben die kon ook knippen, zei hij. Dus hadden wij bedacht, we laten Ruben ook even iemand knippen ineens. Hij scheert zijn vrouw altijd. Mijn vrouw.
Doe je even de bos? Ja, zat ik daar zo lekker met mijn staphorst te rol en koffie. En op een gegeven moment zegt hij van, ga jij ook even knippen dan? De eerste deed hij vrij lang over. Ik denk dat er iets meer vaat in moest komen. Dus ik heb hem even geholpen. Nou, ik ben door je best, jongen, hè? We luisteren, hè? We luisteren, hè? Ik heb nog nooit zo'n prussen gezien. Nee, hij had me de woorden op. Staat. Kijk of die een beetje zenuwachtig werd. Dat vind ik wel mooi. Op het einde was het toch wel heel netjes gedaan. Dus misschien beginnen we samen wel een kapsalon, joh. Ruben en ik. Ja, leuk. Kapsalon kaal en kaler. De vrouw is gierig. Andy en Ruben. Geen mannen toegelaten. Ja. Ondertussen brengt Melissa Quality Time door met haar zoon Nino en jongste zus Isabella. Moeder en zoon hebben wel een hele aparte hobby. Samen met Nino ga ik lekker graag met die metaaldetector weg. Dingen uit de oorlog vinden. Ik ben altijd benieuwd. Ik hou van geschiedenis. Dat vind ik echt geweldig. Ik kan ook echt naar museums gaan. En ik ben echt daarin geïnteresseerd. Vooral omdat mijn opa ook antiek verzamelaar was. En dan hadden al die dingen zeg maar een verhaal. Kijk, ik moet altijd maar grote bomen zoeken. Bij grote bomen verstopt er mensen geld, zeg. Dat is een fabeltje. Dat is geen fabeltje, dat is waarheid. Mensen verstopten dat ze dat konden herkennen. Mensen verstopten bij de bomen omdat ze dat konden herkennen. Ze zijn echte goudzoekers, die twee. Ze zijn net raven. Als ze iets zien blinken, dan gaan ze erop af. En kijk, de eerste schat is binnen. Een blikje. Die was hem. Ik vind het niks aan om een beetje rond te lopen in een weiland of wat dan ook. En dan gaan zoeken naar lipjes van blikjes drinken. Nee. Als kleindochter van een antiekverzamelaar heeft Melissa een goede neus voor objecten die uit de Tweede Wereldoorlog lijken te komen. Zie je het al? Ja, die niet. Een huls van de Congo. De metaaldetector is natuurlijk een activiteit die we alle twee superleuk vinden. Kijk, ik kan dan naar de Julianentour gaan, naar een pretpark. Maar het is voor hem alleen leuk. En nu hebben we eindelijk iets gevonden wat we alle twee echt leuk vinden. Ondanks ons leeftijdsverschil is dit iets wat we echt alle twee superleuk vinden. En het is ook wel belangrijk dat Nino af en toe gewoon met zijn moeder alleen weggaat, weet je. Dus om die band nog zo, ja, nog sterk te houden en zo. Het is wel heel belangrijk voor Nino. Die heeft even aandacht nodig. Het is geen ouwe. Ja, nog één! Pak hem. Nog één! Pak hem dan. Nog meer! Oh, zoveel, kijk dan. Oh, mannen. Geld waard? Denk het wel. Denk het wel, ik hoef verder zoeken. Dus Melissa die denkt echt dat ze ooit de schatkist gaat vinden. Ja. Dat denkt ze echt. Dat is hartstikke schattig, maar... Ja, als ze dat leuk vinden om te doen, moet ze dat doen. Ja, maar ik ga niet mee. Melissa probeert zo'n lief bij de les te houden door zelf wat in de grond te stoppen. Om hem zeg maar blij te maken en een beetje te houden en interesse erin te houden, stop ik zelf ook wel eens wat. Vind ik wel leuk. Nino, we hebben weer wat, man. We hebben weer wat. En als ze weer zijn aandacht eraf gaat, stop ik weer wat. En dan is hij weer even 10 minuten geïnteresseerd. Oh, nog een. Alleen maar kogels. En die is nog steeds lekker aan het knippen in Staphorst als hij ruw gestoord wordt door niemand minder dan zijn geliefde verloofde. Ah, wat is dat nou de hele tijd, man? Hallo? Dat was Melissa. Die belt al vaker. Dan gaat ze, denk ik, bellen van waar die is en waar die uithangt en waar die terugkomt. Ik ben even aan het scheren, dus... Ja, tuurlijk. Maar ik bel je zo wel even terug. Ze belt altijd als ik bij iemand zit en dan begint ze over dingen, over zakelijke dingen. Dat moet je niet doen, hè? Daar word ik geïrriteerd van. Dus dan moet je gewoon lekker wachten tot ik thuis ben of dat ik in de auto zit. Kijk, niet iedereen hoeft te horen hoe of wat. En ik kan toch niks terugzeggen, dus dan sta ik daar met een mond vol tanden. Ja. Dat ga ik niet doen. Dat ga ik echt niet doen, dat was niet de afspraak. Even checken, denk ik, ja. Ja, wat hij aan het doen is. Het mooiste is hoe hij altijd reageert. Wat moet je nou dan? Wat is er dan? Ik ben bezig, ik ben druk. Dat is zeiken, jongen. Zie, ik ben op mijn werk en nog aan het zeuren. Ik denk altijd dat wij iets aan het doen zijn of zo met andere vrouwen. Maar nee, dat doe ik eigenlijk niet. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik ga nooit vreemd, hè. Ik stel me netjes voor altijd. Iedereen is geknipt en de pot van de stichting is weer gevuld. Als dank heeft Dickie nog een typisch Staphorster cadeautje voor Andy. Ik heb wat heel leuks voor je laten maken. Broek. Het heeft wel een beetje te maken met de springen waar je op het moment mee bezig bent. Oh, dit is wel heel mooi, hè?
Dat is typisch stappers. Dat is echt stappers en stipwerk. Dat is dus wat de dames op hun klederdracht hebben. Je moet hem wel even aandoen, vind ik. En die kans laat Andy natuurlijk niet liggen. Showen! 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 Hij zit wel lekker. Ja. Ik heb alleen van die dikke benen, hè? Oh? Ja, dat zijn ze. Alle drie. Ja, Andy en zijn piemel is een trots. Dat is echt een trots. Ja. En laat hem graag zien. Ja, altijd. Ja. Ook op de bank bij mij. Zijn film aan het kijken, dan zegt hij: Ruup. Dat is een gadverdamme jongen. Hou er toch eens mee op. Maar dat is een klein kind. Echt een stapworst, heb ik. Een stapworst. Na een avondje hard werken is het eindelijk tijd voor het welverdiende biertje. Proost. Ja. Proost. Op Andy en op... Op Benny Gek. En op Benny Gek. Super. Benny, proost. Jongen. Proost, Ben. Proost. Nu de mannen onder elkaar zijn, snijdt Ruben een gevoelig puntje aan wat betreft het vrijgezellenfeest van Andy. Andy, stripper, is dat mannelijk of vrouwelijk? Volgens mij is het gewoon, allebei. Ja, dat moest er toch een keer voorkomen inderdaad. Ik moest hem een beetje peilen van wat hij nou absoluut niet leuk zou vinden. Of wat hij nou wel leuk zou vinden voor zijn vrijgezellenfeest. Oh, dat moet ik niet hebben. Nee? Een mannelijke wel, mag ik wel. Een mannelijke wel, maar geen vrouw, want dan heb ik de kop kapot. Ja? Nee, dat wil ik niet, joh. Ga weg met de gouden. Daar heb ik geen zin in. Ik wil ook niet dat zij met de kerel, dat de kerel voor haar loopt rijden. Ja, hij was ook gelijk bij de les, zeg maar. Ik had het over stripper en hij begon gelijk al te reageren, ja, inderdaad. Nee, ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik doe het gewoon niet. Ik wil het niet hebben. Wat zou je wel willen dan? S'avonds ga ik gewoon met Melis naar het hotel. Ik ga niet apart slapen, dat doe ik niet. Ik wil gewoon een mooie, leuke dag, ook voor Melis. En s'avonds wil ik gewoon dat we met z'n tweeën weer bij elkaar lekker in bed piggen. Want wij kunnen toch niet slapen als we niet bij elkaar zijn. Of we moeten allebei te veel op hebben dan wel, maar... Ja, ik had wel een leuk idee, een weekendje lekker naar Barcelona of wat dan ook, ja. Ja, lekker met z'n allen lekker eten of leuke dingen doen. Leuke dingen doen. Ja, ja. Nu de grote dag niet lang meer op zich laat wachten, gaat Melissa op pad om haar droomjurk uit te zoeken. Uiteraard met haar moeder Wilma en al haar vriendinnen. Dan kunnen ze mij een beetje adviseren, maar eigenlijk hoeft dat toch niet, want ik weet toch wat ik wil. Maar ik vind het wel leuk dat ze gewoon even kijken. En ook al zouden 10 mensen zeggen, nee, dit is hem niet. En ik vind hem mooi, dan gaat hij toch komen. Heb je al iets in gedachten? Van voren heel kort, ja. Achter heel lang, met een hele lange sleep. 2 meter, ik wil veel in mijn haar ook. Nee, moet echt over de top. Ik heb wel echt een idee hoe het moet worden, de jurk van de clip van November Rain. Dat had ik altijd al in mijn hoofd, omdat ik een jaar of 8 was. Natuurlijk ook een beetje misschien uitbollig met die mouwen, dus ik doe iets anders. Maar wel die stijl. Melissa weet precies wat ze wil, maar het is gebruikelijk meerdere jurken te passen. Ja, kijk, dat vind ik mooi. Pittig jurkje aan. Dat is super. Ja, dat is lang. Heel pittig, kort. Ik heb benen niet geschoren. Ja, mooi lijfje, kort van voren. Nee, die is te trottig. Nee. Ja? Heb ik er hierheen, dit is een wat strakker jurkje tot helemaal onder. Oh ja, dan kan je dat afgooien s'avonds, ja. Dan heb je gewoon een jurk. Ja, dat is super leuk. Heel mooi. Ja, dat vind ik ook leuk. Ik denk dat we nu wel even genoeg hebben om te passen, toch? Ja, mag ik met me meelopen, ja. Melissa? Zo, wat gaan we eerst passen? Hoe vind je het, Wilma? Vind je het spannend? Ja, tuurlijk, jong. Ja, hè? Nu ze gaat passen. Eerste kind echt in een trouwjurk. Ja. Tuurlijk, je oudste kind, het eerste kind die gaat trouwen. Ja. Ja, ik ben best wel zenuwachtig nu. Nu komt het heel dichtbij. En tuurlijk kijk ik daarnaar uit. En natuurlijk word ik er zenuwachtig van. En het moet de mooiste dag worden in je leven. Voor mij ook de eerste keer dat ik mijn broer echt gelukkig zie. En dat hij gaat trouwen met een leuke vrouw. En, voor ons is het ook heel spannend. Ja. Maar hij was toch al een keer getrouwd? Ja, maar daar zijn wij niet bij geweest. Dat was even snel in Italië. Oh ja? Maar wist je het wel? Nee, hij belde s'avonds op naar mijn moeder. Mama, ik moet je wat vertellen. Ik ben vanmiddag getrouwd. Daar had mijn moeder het heel moeilijk mee. Ja, enigste zoon. En ze was er niet bij, dus had ze iets van, wat is dit? Dus ja, dat was voor mijn moeder heel vervelend.
Mijn moeder was eigenlijk niet wat ze zeggen moest. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Enigste zoon en dan is die al zo ver weg. Ja, Nee, het was verdrietig voor haar mama. Maar dan krijgt ze in ieder geval een mooie... Nu krijgt ze een hele lieve, voor het eerst een lieve, leuke schoondochter. Ja. En die is echt gelukkig. Dus mijn moeder, die is ook helemaal gelukkig. Ja. Nu maak je gewoon alles mee van dichtbij. Ja, je kent Melissa goed. En je ziet hoe gelukkig hun samen zijn en met hun kinderen. Dus ja, dat is voor ons ook geluk. Ja, als ze dan naar buiten komt, dan zie je haar weer voor je als klein meisje, baby, klein meisje. En... nu is ze eindelijk de ware gevonden, gaat ze echt trouwen, trouwjurk passen. Ja, toen ben ik wel emotioneel. Ja. Meer, voller. Maar er moet gewoon veel meer sleep. Ja. Misschien dat ik het s'avonds af kan halen, dat ook een sleep erbij inkomt. Ja. Ik s'avonds eraf kan halen. Kijk, dit is jullie bedoeling. Dit is hem en aan de voorkant echt kort. Ja. Ik doe toch een broekje, maar hij mag echt... kort van voor en dan... Echt kort. Ja. Hij moet natuurlijk ook wel weer extra kort zijn. Dus niet wat een ander zou denken van, netjes tot boven de knietjes. Nee, dat gaat niet gebeuren. Lekker kort, lekker sexy. Pas gewoon bij je. Lekker kort, lekker strak, sexy. Zo is ze gewoon. En die kousen, En die houdt er niet van. Misschien gewoon een broekje. Die kousen zijn wel leuk. Ja, maar Andy, die heeft een keer gezegd... als iemand zo getrouwd is, dat hij die kousen zo met een kort jurkje... dan vind ik net ondergoed. Hij moet niet zeiken. Ja, vind ik ook. Dus op jouw dag? Nou, volgens mij heeft Andy gewoon niets te willen. Nee, het is toch haar bruiloft? Ja, ze werkt dan bij vrouwen. Ja. Voor de zekerheid toch nog maar een iets traditionelere jurk passen. Nee. Afschuwelijk, dat ding. Echt, ze had zulke heupen erin. Ik zei, je lijkt Dick Trombo met die jurk aan. Het was helemaal niks. Nee, het was in één keer heel statig en degelijk. Nee, dat was niet Melissa natuurlijk. Nee. Daar gaan we niet aan beginnen. Nee. Nou, dat kan wel weer. Kijk. Het is wel leuker. Dat moet jij hebben. Melissa heeft niet alleen een duidelijk beeld van haar trouwjurk, ook haar bruiloft ziet ze al helemaal voor zich. Ik wil geen standaard bruiloft. Ik wil een beetje bruiloft zo hoe we en ik hoe we een beetje geleefd hebben. Zeg maar, veel feest en uitgegaan. En ik wil wel dat de bruiloft een beetje in dat thema blijft. In een groot landhuis of een groot, maar ook Jo naar buiten kan in de zomer. En dan moet wel ineens, vroeger moet is het de moment zingen. Naar beneden van een trap. En dan pas je zo'n jurk bij, maar het feest moet echt met Las Vegas. Iedereen moet ook dresscode. Je hebt pokertafels en danseressen en donker licht, geen wit licht. En een beetje anders dan anders. Ik wil gewoon dat iedereen gaat hoe die als een keer zou willen gaan. Dus ze moet wel echt een beetje Moulin Rouge. Een beetje Ice White Shot heet dat, geloof ik, of niet? Zoiets. Zoiets, ja. Eerst maar eens een trouwjurk uitkiezen. Jurk nummer 3. Ja, dat past niet bij me, hè? Nee, die bovenkant. Nee, de bovenkant, niet de jurk, niet de onderkant. Eigenlijk heeft Melissa haar keuze al lang gemaakt. De eerste die past, dat idee wordt hem ook, ja. Hoef ik eigenlijk niet nog meer te passen, want dat wordt hem dan toch niet. Ik pikte hem eruit en denk, dat wordt het ook. Nou, we hebben hem, hè? It's a wrap. Zo gaan. Tot ziens. Zo, de jurk is binnen, dus door naar het halfjaarlijkse spuitje. Hoi, alles goed? Hoi, prima. Op een gegeven moment kan ik mijn rimpels weer bewegen. Dan vind ik het mooier als het weer strak is. Waarom zou je erger aan dingen die niet mooi zijn? Die haal ik direct weg. Als hij zichzelf niet prettig voelt, en je wil er wat aan veranderen, dan moet je dat doen, schat. Ja. Echt, ik ben echt de beste partner die je maar kunt voorstellen. Echt. Dit mag niet omhoog, dit mag niet naar beneden. Hij staat nu weer goed op model. Dus alleen die front, zie je? Hier moet wel. Nee, niet front, alleen deze. Waarom niet hier? Omdat mijn wenkbrauw weer kut gaat staan. Eén keer had ik mijn hele voorhoofd gedaan. En dan kijk je zo, en dan kom ik op mijn huis niet meer uit. Dat word ik helemaal gek. En voor de rest vind ik dat ik hier zo oud word. Wat kunnen we daar aan doen? Valt er mee, toch? Nee, echt, ik vind het echt lelijk. Het liefst doe ik hem zo, maar dat kan niet, hè? Nee. Ik ga me niet opmaken en een gezicht die ongelijk is. Een verkreukeld papiertje tekenen, krijg je ook geen mooi kunstwerk. Ja, Melissa zat er bang dat ze op de vader gaat lijken. Maar als het moment komt dat ze op de vader gaat lijken, dan ben ik net Carl Lewis. Dan ben ik weg. Pluk niet zoveel make-up op. Nee, niks. Nee. Even een grapje van de zenuwen, want hoe vaak Melissa het ook al gedaan heeft, ze blijft doodsbang voor die naald.
naalden. En naalden haten mij ook, dat merk ik. Ik heb nu pijn, ik vind het zo eng. Heel rustig. Heel rustig. Als ze doet, dan is het echt al. Dan hoor je gewoon krik, krik in mijn spiertjes. En dan denk ik, je voelt niet hoe diep die gaat. Ik denk, zal die al zo diep zijn of zo diep? Zal die al zo'n end erin zitten? En hoe meer ik gekraak ik hoor, hoe meer ik bijna moet overgeven. Dus dan zing ik gewoon. Ik kan het nou, ja. Gaat goed. Nee, dat gaat niet goed. Gaat het gaat niet goed. Hoor jij dat? Ik hoor helemaal niet. Ik ga nu bijna overgeven. Even. Zo, klaar. Wat is die? Nu we er toch zijn, wil vriendin Diana ook graag wat advies van de botox-dokter. Heb ik al botox nodig? Ik vind van niet. Ik zou het zo lang mogelijk uitstellen. Je bent al hartstikke jong. Zie je dan nauwelijks rimpels? Nee, dat niet. Nee. Komt nog wel, als je zo doorrolt. Ja, dan rolt je huid van achteruit. De bloeding wordt minder van je huid. Door de rimpels eerder optreden, de huid wordt slapper. Wordt grauwer. Maar als je stopt met roken, word ik dan weer sterker? Of ja. Dan al het bleef geschiet? Nee, je huid wordt weer beter, de bloeding wordt beter. Ja, maar hoe lang duurt dat dat je huid eigenlijk dan weer beter wordt? Binnen een paar weken begint het al. Ja, ik ga stoppen met roken. Gaat heel snel. Alweer? Ik ga maar een sigaretje roken dan. De laatste. Eentje voor het af te leren. Okay. Als ik zeg nu stop, betekent niet nu alle minuten, betekent zeer binnenkort. Dus ja, nog even de stress te afroken van de schrik die we hoorden, hoe slecht sigaretten zijn. Daar krijgen we een stressmomentje van. En in stressmomenten komen verslavingen naar boven. Dus op dat moment kwam die gewoon naar boven en dacht ik van, nou, even van me afroken. En daar is Andy voor zijn spuitje. Alleen wil hij die wel op een hele bijzondere plek. Ik ga naar de kliniek om botox onder mijn armen te spuiten. Omdat ik heel vaak mensen zie die dan een t-shirt aan hebben met zo'n zweetplek eronder. Celia, doe daar dan. Roken. Jongen. Ik ga echt stoppen. Ik krijg weer een hele mooie huid als je stopt. Ja. Maak me niet druk over. Ik ben niet iemand die zegt in de spiegel gaat staan van, oh, ik heb hier een rimpel, hier een rimpel. Ja, weet je wat het is? Ik kan net zo goed mijn ballen ook laten inspuiten. Die zijn helemaal verrimpeld. Ik ben niet aan het zweten, dat is na een korte periode. Mensen zullen wat denken, botox onder je arm, helpt dat? Ja, het helpt echt. Dus allemaal aan de botox. Ik vind het zo vies als ik dat zweet. Als je een t-shirt aan hebt, je ziet zo'n zweetplek. Ja, heel slordig. Dat voelt mij ook vies. Dus, Ik hou niet van viezigheid. Alleen in bed. Ja. Is het pijn? Maar nu nog niet. Hoe gaat het erin? Ik flauw. Ga flauw vallen. Je voelt dokter, het niet, hè? Dr. Bernard. Melissa ligt een tipje van de sluier op wat betreft de trouwjurk die ze net gevonden heeft. Maar of dat nou zo verstandig is? Jouw stijl? Ja. Ik weet niet of het helemaal jouw stijl is, maar het is niet mijn stijl. Ja, maar ik heb geen hoge jurk. Met charretelletjes en dat soort dingen, eronder, hoge kousen. Dat hoeft voor mij niet, hoor. Nee, maar mag ook kort zijn, toch? Hoeft het niet lang? Jawel, maar ik ga niet naast je lopen als je zo'n hoerige ding aan hebt. Dat vind ik niet mooi. Dus jij blijft helemaal lang? Dus zo hotel is het spannend dan? Jawel, maar voor 's avonds op bed. Ik vind iedereen mee van te genieten. Ja, dat is toch zo? Die is echt gek, want ik ga echt gewoon in zo'n jurk. Dat heb ik al sinds ik 8 ben in mijn hoofd. En als jij het nou niet mooi vindt, ik ga echt niet in een andere jurk. Tuurlijk, sexy moet altijd, want het hoort gewoon bij Melisma. Ze hoeft niet als een hoede bij te lopen, nee. Ik krijg zo'n schop onder de kom. Ik wil wel een beetje verkorten, ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dus niet trouwen. Als ik zeg, oh ja, hoe ziet het er nou uit? Ja, ik zeg toch wat ik denk, dat ik, moet ik dan gaan liegen of zo? Nee, maar je kan toch ook eerst kijken van... Wat... Ja, nou, dan kan ik niet eerst kijken en dan gaan trouwen. Ik zie je toch als je daar staat, of niet? Lekker slim is dat. Ja, als ik je dan zie daarvoor met Alta, oh, ik vind die jurk niet mooi. Tot ziens. Dat is ook wel positief dat hij een beetje jaloers is. Dat is wel, maakt ook niet uit, mag ook wel. Maar hij denkt dat het heel hoerig wordt. Kijk, ik loop niet lekker als hij een charretel zal lopen in een klein jurkje als een buk dat ze deed tegen de daad aan het kijken. Nou, dat is sowieso niet. Hij is achter helemaal lang. Waarom zeg je dat nou? Het is toch zo verlinkend, die Diana. Op het moment dat ze het wel doet, dus zal ik wel ontroerd zijn en... Weet je dat we die dag gaan trouwen natuurlijk? En dan zou ik er wel doorheen kijken of onderkijken. Met frisse oksels rijdt Andy door naar de radiostudio van Slam FM, waar hij te gast is in het programma Bij Igmar.
En daar wordt hij met open armen ontvangen. Wat ben jij aan het doen? Viezerik. Kom erachter vandaan. Wat een vies vrouwtje, zeg. Dat kan er niet op je werk. Ik krijg thuis niet genoeg. Nou, waar moeten we heen? Goeie ontvangst hebben we hier. Ja, dat was niemand, hè. Dus we liepen daar maar rond een beetje. En ik denk, ja, die zijn snel naar huis gerend omdat ik kwam. Ook aangekomen op de eerste etage is er geen hond te bekennen. Dus wat doe je dan? Een beetje rondneuzen. Hey. We zijn live, dames en heren, hier bij radiostation Andy. Ik zweer het, je kan hier iemand doodmaken. Iemand die het ziet, hoor. Dan wordt Andy's aandacht gezogen naar een wand vol mooie vrouwen. En dat roept oude herinneringen op. Ah, kijk dat. Als dat weer zie, dan moet ik altijd terugdenken aan Engeland. Ja, dat is drie vrouwen op een rij. Wel, dat was vroeger. Dus nu zie ik één vleermuis op een dag. Vind ik ook wel goed. En dan blijkt er toch nog iemand in het pand te zijn. Dat is goed. Ik ben Igmar. Andy, ja, leuk dat je bent. De uitzending kan beginnen. Het is dinsdagavond en we hebben een gast vanavond die 34 jaar geleden werd geboren in Arnhem. Mag ik een groot applaus voor Andy van der Meijden. Je bent bijna niet meer van die tv af te zwaaien. Nee, ik word er zelf ook ziek van. Die dikke kop elke keer op televisie is niks. Ik step gauw over. Maar je laat echt wel een beetje je leven zien op dit moment iedereen. Is dat wennen of niet? Nou ja, in het begin wel, ja. Mijn kinderen ook natuurlijk. Mijn kinderen lopen onder. Camera. Ja. Foto. Maar nu is het heel normaal dat ze binnen zijn. Soms loop ik wel eens in mijn onderbroek naar beneden. Dan staan ze al klaar met de camera. Dus, Hey, het ergste aan mijn reality show vind ik... Melissa. Nou, dat is een grapje. Ik ben niks zonder Melissa. We gaan zo meteen het artiestenspel spelen met Andy van der Meijden. Ja. Hij maakt de songtekst afmaken en hij is aan het oefenen, dus dat gaat wel goed komen. Wordt helemaal goed. Komt helemaal SMS goed. Even je naam en je leeftijd naar 1663. Oh, sometimes I get it good. Ik sta er helemaal in, joh. Echt. Ik heb ook zo'n DJ-setje, hè. Toen ik alleen woonde in Amsterdam, kocht ik zo'n DJ-set en ging ik echt zo'n boek kopen uit Amerika en DVD's bestellen, programma's op mijn computer dat ik zelf muziek kan maken. Ah, dat ging meestal goed een uurtje en dan was ik dronken. En dan ging het helemaal verkeerd. En ben je er klaar voor, Nora? Ja. Andy? Ja. Dan gaat de tijd nu lopen. Oh, sometimes I get a good... A good feeling. Yes. Ik ben helemaal naar de... Klote. Ik neem je mee. Ik neem je mee op... Reis. Don't you worry. Don't you worry now. Heel goed. Hand in hand. Ah! Die doet slaap over. Ja, ik ben Ajax-ziet. Ik ga geen Feyenoord nummers zingen. En dat zou andersom niet gebeuren. Dus dat is normaal, denk ik. Ja. Andy van der Meijden, ik ga je ontzettend bedanken. En heel veel succes met Sterren Springen en je reality show die te zien is. En, dankjewel. We spreken je snel nog een keer, man. Top, dankjewel. Dankjewel. Leuke jongens, man. Ze zijn echte jonge jongens. Ze hebben een wereldbaan. Dus echt... Super mooi. Beetje ouwe hoeren, beetje muziek draaien. Beetje sigaretjes roken in de pauzes. Ah, dat is toch een geweldige baan. Zou ik ook wel willen. Andy is door naar de volgende ronde van Sterren Springen. Dus moet er weer getraind worden. Zeker omdat Andy en Melissa in de komende liveshow voor het eerst tegen elkaar moeten strijden. Melissa heeft weinig vertrouwen in haar eigen springkwaliteiten. Maar gelukkig doet Britt ook mee. Ik vind het fijn dat Britt er nog bij is. Want tenminste ben ik niet de enige slechtste. Het is altijd wel fijn om een aanhanger te hebben die er ook niet zo heel veel van bakt. De rest gaat van 10 meter, 7 meter, zwaar fanatiek. Wij zijn toch wel een beetje degene die dan maar een grappige sprong wil moeten maken. Want echt mooi zielig zou die niet worden. Gelukkig stelt de trainer voor een zogenaamde onderwaterbubbel te gebruiken om Melissa's landing te verzachten. Dus er kan niks misgaan. Nee, ja. Ik durfde het gewoon niet. Ik wilde niet op mijn gezicht vallen. En induiken met mijn gezicht durfde ik niet. Ik was veel te bang. En ik haatte het water. En het water haatte mij. Gelukkig kent Andy minder angst. Ik wil zo aan komen rennen en dan springen. En dan, want dat deed ze in de show ook, hè? Ja. Die is hier professioneler. Is dat moeilijk? Valt mee. Nou, ik heb hoogtevrees, dus ik kan niet naar beneden kijken en dan springen. Dus ik had bedacht van, weet je wat? Ik ren er wel vanaf en dan spring ik ver weg. Dus dan zie ik die hoogte niet. Oh, ik begin alweer te trillen, joh. Ik haat dit. Ik zweer het je. Oh, ik had echt heel veel moed, joh. Ik denk vanochtend ook, ik heb schijt. Ik ga gewoon springen, weet je wel. Ga je toch ook gewoon? Ja.
Andy ziet het weer helemaal zitten. En ook Melissa heeft haar angst onder controle en doet zelfs een dappere koprol van de 1 meter duikplank. Andy probeert het een goede 6 meter hoger. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga er gewoon vanaf en ik doe die Superman. Nou, dat was het toch niet. Andy vindt het niks, maar Melissa is onder de indruk. En die ging hartstikke goed, die ging maar naar 7,5 meter. Ja, die ging hartstikke goed, Andy. Geïnspireerd door Andy kan Melissa natuurlijk niet achterblijven. Ik werd gewoon eigenlijk totaal helemaal niks. Ik wist niet meer hoe ik het moest doen, wat ik moest doen. Ik kon niks meer. Ik was gewoon inspiratieloos. Goed omhoog springen. Misschien dat Melissa met de onderwaterbubbel wel een mooie sprong durft te maken. Maar waren mijn opties? Ja, welke niet? Ik kan elke sprong doen, maar ik durf er geen eentje aan. Waarom doe je niet dezelfde trick tegen? Waarom is het zo moeilijk? Ik wil niet met mijn gezicht inkomen en echt niet. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon echt niet met mijn gezicht onder water vallen. Dat is niet gemaskerd. En eigenlijk dacht ik toen van, volgens mij wordt het niks meer. Na dat harde werken is het tijd voor een stukje ontspanning. Andy en Melissa gaan een schilderij maken voor het goede doel. Wij gaan dat schilderij gaan we veilen voor mensen in Nederland met geldproblemen. We hebben zoveel geld in Nederland, maar er zijn mensen die gewoon geen eten hebben en zo. Voor de kinderen en ook voor de ouders zelf. Dat is belachelijk. De workshop wordt gegeven door een oude bekende van het stel, kunstenaar Jack. Hij was ooit de rechterhand van Herman Brood. Ja, wij willen een mooi schilderij maken, hè? Alweer? Ja. Jack is gewoon een echte ouderwetse kunstschilder nog. Echt gewoon met verf op zijn broek en lekker rock'n'roll is die. Ja, daar hou ik wel van. Maar neem eerst even een wijntje of een biertje of zo. Dan gaan we zo beginnen. Oh, je was nog niet begonnen? Nee. Nee. Daar hou ik van, weet je. Van zulke mensen die gewoon lekker relaxed zijn en zelf zijn. En daar voel ik me thuis. We gaan schilderen. Dus gewoon niet te lang nadenken, maar gewoon op je gevoel gaan schilderen. Ja, wat je voelt, ga je gewoon over je doek. Maar hoe gaat het dan? Ja, gewoon spuiten. Ga niet aarzelen, want als je aarzelen gaat, gaat het gewoon zo. En dat gaat dus niet goed. Dus gewoon... Het begint hier een beetje met het spuiten en dan denk je van, wat is hij nou dan aan het doen? Ik vind dat wel mooi hoe hij dat weer doet, hoe hij dan weer van een leeg papiertje een heel mooi kunstwerk neerzet. We gaan gewoon flop erop. Zelfs Melissa zal het vanavond kunnen. En ook Andy, weet je, onderschat hem niet, weet je. Hij kan wel voetballen, maar... Sst, nog even opletten. Gewoon het gas erop. En kijk nu even uit, dames en heren. We spatten het gewoon overheen. Dames, altijd de randjes. Goed gedaan. En het is klaar. 8 minuten 24. Ja. Ja. Ik denk dan ook wel van, ja, ik ken dit wel, weet je. Want ik wil ook gewoon laten zien van dat ik ook wel wat kan. Dat ik me dacht van, laat gewoon op het doek gaan liggen en je gaat omheen schilderen, dan heb je echt iets persoonlijks. Ik leek net of we in bed lagen, maar toen werden we beschilderd. Dit is beter dan thuis op de bank liggen, hoor. Ja, we hebben hem. Kom er maar af. Oh, wat vet, hè. Ik vind het leuk om te schilderen. Ik heb er heel wat gemaakt. En voor mij is het ook gewoon een soort therapie, want ik ben bij Melissa en ze zeggen niks en dat gebeurt niet vaak. Alleen ze slapen. Melissa en Andy hebben de smaak te pakken. De drank is lekker, de sfeer is goed en Melissa heeft zin om een geintje uit te halen met haar vriendin Brit. Toen wou ze mij ook gooien, maar ik moet natuurlijk zoef door die schilderijen heen. En ik kan wel rennen, maar ik kan wel zo tussen de schilderijen. Er staan twee schilderijen onder de voeten zitten. Brit, die was! Was op die andere weg. Brit, joh, al die schilderijen, die kan je allemaal vergoeden nu, hè? Wat zij deden, kon echt niet. De verf zit overal op iedereen. Ik had nog een beetje binnen de perken gehouden, alleen naar neus gehad. De laatste klodders verf worden op het doek gekwakt. En zo is een echt Andy en Melissa meesterwerk geboren. Ik heb samen gemaakt. Ik heb ook nog eens een tekst erop gedaan. Hij vond hij ook alweer wat meer waard. Dus nu is een schilderij klaar voor de veiling. Hij is echt mooi, hè? Ja, super. Top. Zij moet even drogen nu, een paar dagen. Ja, jullie hebben me toch weer verbaasd, inderdaad. Ja, hè? Godverdomme, is echt... Legt aan hem. Artistieke waarde. Volgende week wordt Melissa's toekomst voorspeld. Van kleins af aan, van jongens meisje, van ben je al een gevoelsmens. Moet ik even kijken voor een zakdoekje?
En ons showbiz-koppel is te gast op de première van Spider-Man. Als jullie een superkracht zouden mogen hebben, ik zou me eigenlijk mezelf willen opsplitsen in een paar vrouwen. Ik wil meer werk als. Dat zou ik ook wel mooi vinden. Ja, ga ik daarvoor. Ga voor meer Andy en Melissa naar sbs6.nl/Andy en Melissa.